Tom en je boy Niels in Toverland. En je denkt, waarom zijn ze in godsnaam in Toverland? Nou, om een achtbaan te bereiden. Waarom gaan ze een achtbaan bereiden? Een beetje om hun handen in de lucht te houden en leuk te doen? Nee, dat is het niet. Nou ja, dat ook wel. Maar we gaan ook een game spelen in die achtbaan. Jawel, op de Nintendo Switch. De game die 7 november uitkomt. En dat is niets anders dan Sonic Forces. Kunnen we in Sonic Forces de hoogste highscore behalen terwijl we in de achtbaan zitten? We gaan het zien. Maar één ding is zeker. Gotta go fast. Je ziet hem hier al achter mij. Dit is de achtbaan waarin we Sonic Forces gaan spelen. Het is de Troy The Ride. Schijnbaar de langste achtbaan van heel de Benelux. En hij is ook nog eens van hout. En dan weet je het, houten achtbanen. Gerammel, gekreun, gesteun. Je krijgt een halve chiropractie hier in je rug. Maar dat maakt niet uit, want we gaan het gewoon proberen. De GoPro's en zo liggen al klaar. Wij hebben net al een ronde gedaan zonder GoPro's of iets. Het is een leuke achtbaan. Hij rammelt aardig. Dus ik ben een beetje aan het betwijfelen of ik wel een goede score neer ga zetten. Maar goed, ik ga blik op 100. IJzeren zenuwen, let's go. We gaan erin en kijken of ik gewoon al rammelend met de Switch kan spelen. Here we go. En nu ga ik een leuk sprongetje van deze rots afdoen, want ik sta hier al voor de 29e take. Yay! Ik denk dat dit een van de raarste dingen is die ik ooit heb gedaan. Dat zegt wel wat. Kijk, ik moet hem hier houden. Ik durf mijn handen niet meer te bewegen. Wacht. Je mag er. Wacht, hoe zijn de controls? Real. Oh god. Dit is goed te doen. Dit lukt wel. Ik probeer gewoon zo min mogelijk op de baan te focussen. Ik bak hier niks van. Ja, hoi. Oh. Waarom kijk je het zien? Ja, en dat was hem dan. De Troy met de Nintendo Switch in mijn kluiten en Sonic Forces erop. Ik heb niks gebakken van het spel. Ik dacht, ik hou mezelf cool. Ik hou een ijzeren stalen blik. Ik hou hem goed vast. Ik trilde alle kanten op. Ik had niet eens door dat ik halverwege van 3D naar 2D ging. Dus mijn highscore is denk ik niet meer echt noemenswaardig. Maar goed, die game komt er wel binnenkort aan, 7 november. We gaan natuurlijk een review doen. Wij hebben in ieder geval genoeg genoten van dit heerlijke tripje door een achtbaan. Ik ben nog steeds een beetje tranen uit mijn ogen aan het vegen. En mijn haar is volgens mij staat alle kanten verwilderd. Maakt niet uit. Het was ontzettend tof om dit te kunnen beleven. Ik hoop dat jullie hebben ook genoten van de beelden natuurlijk. Dus we gaan nou deze mensen die hier nou al 3 uur lang in de wachtrij staan, gaan we ook een keer een kans geven op deze achtbaan. Ik denk dat we hem inmiddels wel lang genoeg gehad hebben. 1 keer met de Switch en nog 5 keer daarna, want het is best wel tof voor achtbaan. Anyway, Sonic Forces komt er binnenkort aan. Laat ons weten wat je vond van de video en of we dit soort dingen vaker moeten doen. Ik zeg ja, want het is super vet. Dus make it happen. En tot snel bij een andere video van Gamersnet.nl. Ik was Tom, Niels staat achter de camera. Hij was pussy in de achtbaan. Maakt niet uit. Lekker gillen, was leuk met z'n allen. Tot snel. Wij gaan nog even Toverland in en ze schijnen hier een biergarten te hebben. Dus ik ga denk gewoon, ze schijnen in de hal te zijn. Dus er is Erdinger op de tap. Dus kom mee. Nou, oké. Ik wacht even tot deze groep voorbij is. Ja, oké. Dus deze gaat er heel erg hard voor.
die maakt er ook een soort van sport van. Oké, ja, daar hebben we het over. Zo, die hebben lekkere loopjes. Ik weet niet waar dat op sloeg. Het spijt mij ook. Kijk, deze jongens gaan ook gewoon recht op de camera af. Die hebben zoiets van, dit is interessant. Take 29. Dit is Tom, hij staat nog steeds op dezelfde rots. Oh, en nu gaan ze schreeuwen. Ja, tuurlijk.